dat mijn nieuwe laarzen binnen waren. En ga ik maar die rijden vandaag, maar maakt niet uit. Kijk nou jongens. Mooi. Fancy, hè? Heel fancy. Ja, hij heeft 1,5 week vrij gehad. Het gaat hier even helemaal mis. Goedemorgen allemaal. In de vorige vlog liet ik met een kleine cliffhanger jullie een beetje hangen dat mijn nieuwe laarzen binnen waren. Ik heb dus op mijn verjaardag 21 februari een setje dressuur en een setje springlaarzen van De Niro aan laten meten bij Zadelmakerij Hollander. En vandaag ga ik ze dus ophalen. Maar heb je alleen de dressuur of ook de spring? Allebei. Oh, spannend. Ja. Maar dat waren geen... Nou, ik was op mijn verjaardag hier, 21 februari. Dus dat is iets meer dan een maand. Dan nu, 5 weken ongeveer. Oh, dat is heel snel. Ja. Nee. Ja, het is vandaag de 30ste. Nee? Ja, wel. Ja. Ja. Ja, nou, iets langer dan 5 weken. Nou, top. Ik ben benieuwd. Dit zijn de springlaarzen dan, hè? Dit zijn de springlaarzen, ja. Heel pretty. Het is heel raar, want als ik dan dit zie, dan denk ik echt, nou, ik heb helemaal niet zulke smalle kuiten. Jazeker wel. Echt wel. Ja. Gaan we ze passen? Ja. Ondersteboven film is niet handig. Ja, want ik heb deze nu dicht. En er is zo'n dingetje. Moet dat dan eronder? Ja. Zo? Ja. Ja, dan heb je denk ik. Kijk, en die moet hier doorheen. Oh, dat hij niet afzakt. Ja. Oh, dit is wel een klemmetje. Kijk, nu, je kunt ze nu gewoon eigenlijk inlopen, maar op een gegeven moment zou je zoltje moeten toevoegen. Ja, voel je dat, ja. Denk ik? Mag je omdraaien en dan moet je meekijken hoe deze rak zit zitten? Ja, mag je ook maken. Nou, passen. Ja, voor mij zo op het eerste. Oh, wel in ieder geval. Wauw. Chique. Mooi met die broek zo. Ja, die broek staat top erbij. Ja, precies dat. Dat doe ik die ook. Dan ga je maar niet rijden vandaag, maar maakt niet uit. Nee, was mooi. Is het wel allemaal eruit. Ja. Nou, veel plezier, maar ik ga dat al. Ja. En het gaat natuurlijk nog even zakken, hè? Ja. Want dit zou de springlaarzen zijn, dus dan... Mag je water gaan? Ja. Kijk, hier zit je knieschijfje. Mm-hmm. Nou, je zit altijd liggen bogen op je paard. Mm-hmm. Ja, ze zakken ook nog een stukje. Ja. Als je nou zegt, joh, ik vind het in het begin net wat te hoog, dan kunnen we wel even bijvoorbeeld een handje doen. Dat die anders voor de zekerheid even meegeven. Maar, ja. Dan kun je dat altijd even toevoegen. Maar het zal altijd gewoon één keer wennen zijn, natuurlijk. Is even wennen. Ja. Zou ik je gewoon een hakje pakken van 1 centimeter? Ja. Dan heb je die voor de zekerheid altijd even achter de hand. Mm-hmm. Helemaal goed. Fancy, hè? Heel mooi. En ik vind het altijd, ik heb alles heel donkerbruin, maar zo donkerbruin dat je bijna denkt, oh, is het geen zwart, weet je wel? Ja. Maar dit is echt mooi. Als je het in het daglicht ziet, zie je het beter. Dat ja, dat is het. Het zit natuurlijk ook nog eens binnen. Ja. Kijk, dit is een hakje. Dit is een centimetertje. Ja. En je kunt zeggen, joh, doe ze er bovenop. Of je kunt zeggen, je pakt hier het even bij de greep. Oh, anders schuiven ze naar voren dan waarschijnlijk. Maar dan ligt ze vast. Ja. Smart. Ja, nu is die boven natuurlijk iets... Ja, nu is die eigenlijk omdat we je hakjes een centimeter eigenlijk omhoog hebben gedaan. Ja. Hou je bij je knie een centimetertje over. Ja, precies. Kijk, maar dit gaat natuurlijk, hier gaat dan iets strakker zitten. Ja, dus hier zit hij nu wat strak. Als je zegt, ik vind hem op de vreef nu net wat te strak, dan zeg ik, doe even in het begin het zoltje eruit. Het is alleen je hakje. Oh, op die manier. Oh, ja. Kijk, dan mag je hem nu buigen. Kijk, dan heb je eigenlijk meer ruimte. Ja. Mm-hmm. En dan zakt hij natuurlijk nog een beetje. Ja, precies. Kijk, top. Nou, helemaal leuk. Wil jij nog, dan pak ik even de camera erbij, even vertellen over deze laars, wat deze bijzonder maakt? Of? Nou, eigenlijk, je hebt nu een allround laars aan, dus ja, die zijn gewoon heel mooi zacht en soepel. Er zit een elastiek paneeltje in, dat zorgt ervoor dat we een mooi, elegant en slank laarsje is. Mm-hmm. Het is een tricolore amabile. Dat betekent dat we een ritsbeschermetje achter hebben met een spoorknopje. Mm-hmm. Zodat je je spoor op een niveau kunt zetten. En aan de binnenkant van deze, moet ik hem even iets draaien. Daar zit een extra verstevigd paneeltje. Ja, precies. Ja. Ja, prachtig. En ik vind dus, want deze laars had ik voor het eerst op die Equitana beurs gezien. Die tricolores, die valt ook nog best wel mee qua prijs. Ja, ze zijn qua prijs best wel gunstig. Ze zijn verkrijgbaar vanaf 295. Nee, correctie. 299,95. Daar zijn ze. Dus eigenlijk zeg maar afgerond 300 euro. Ja.
Voor een echt een goede laars die eigenlijk wel... Nou ja, hij is niet op maat gemaakt, maar... Nee, zijn standaard maten inderdaad. Ja. Maar hij is wel van kalfsleder. Mm-hmm. Je hebt hem in meerdere kleuren. Zwart, blauw, bruin. En in twee leersoorten. Dit is dan glad leder, mm-hmm. maar je hebt hem ook nog in het geprente leder. Ja, want dat is dus alles wat hier zo staat. Ja. Ik kan niet heel goed buigen, want ik heb nog steeds één laars aan. Even kijken hoor, dat zijn deze. Ja. Dat is dat geprente leder. Ja. Ja, precies. En dan heb je inderdaad in die blauw. En je hebt allemaal van die bovenkantjes hoe je kan kiezen hoe je hem wil. Met veter, zonder veter. Ja, inderdaad. Dit is inderdaad zonder veter. En is het dan, kan je deze laars voor dressuur springen gebruiken? Of ja, eigenlijk is die allround. Dus je kunt hem zowel voor springen, dressuren en voor bijvoorbeeld een cross of wat dan ook, kun je ze altijd gebruiken. Mm-hmm. Het is bijvoorbeeld als je zegt van joh, ik hou van wat lager voor het springen omdat je wat korter zit. Dan zou je hem een maatje lager kunnen pakken. Ja. Tuurlijk zakt hij nog een beetje en het is een soepele laars. Dus in die zin, hij zit niet heel gauw in de weg. Ja. Maar daar houden we altijd een beetje rekening mee van wat ga je ermee doen. Ja, precies. Springen. Ja. Ja. Goeie hè? Nou, prachtig. Ik ben er super blij mee. Oh, het wordt voor mij echt een uitdaging, want eigenlijk wil ik hier natuurlijk meteen mee gaan rijden. Maar eigenlijk wil ik deze laarzen gewoon een beetje voor het mooie gebruiken. Dat is ook wel mooi. Alleen voor je lessen, je wedstrijden, je fotoshoots en zo. Houden ze mooi, maar in principe, je krijgt van mij een onderhoudsetje. Er zit een cleaner bij en een crème. Mm-hmm. Daar kun je ze echt super mooi mee houden. Okay. Dus in principe, ga ze gewoon lekker gebruiken. Ja, ja. Zijn zon om in de kast te laten gaan. Ja, ja, nee, dat zeker niet. Maar ik ga daar niet mee uitmisten. Nee, en niet mee, nee. Alvast poetsen, wassen en zo. Goed. En pas last minute voordat je erop gaat passen. Nou, het beste is gewoon, doe ze aan als je op paard stapt. En doe ze gewoon weer uit als je klaar bent met rijden. Want alles wat je ermee in de stal bent. Of ja, ik deed heel vaak gewoon eerst mijn paard naverzorgen. En dan pas mijn spullen uit. Maar eigenlijk moet ik nu eventjes aanleren dat ik eerst mijn laars uit ga. Is wel best. Gaat het langste mee. Ik zeg altijd, wat je op je laars loopt, kun je ook gewoon prima op een stalschoentje doen. Ja. Het zijn hele dure kilometers in verhouding met je erop loopt. Dus houd ze gewoon een beetje zijn. Behalve die echte stalruiters. Die trekken s'ochtends die laars uit en aan. En die doen ze van s'avonds trekken. Maar als je met 10 moet rijden, dan blijf je er anders maar mee bezig. Die hoeven meestal ook tussen niet echt ondertussen nog stallen te mensen of zo. Ik doe deze even uit, want dan is het tijd voor de dressuurlaars. Oh ja, en ik heb dan wel dus inderdaad het sporenbandje. Ja, ik rij voor nu zonder sporen, maar mocht ik in de toekomst dat wel gaan doen, dan heb je die vast in dezelfde kleur. Matchy bij elkaar, dus dat is echt top. Heel zacht, heel soepel materiaal is het. Oh, hij is ook wit aan de binnenkant. Ja, binnenkant is net zoals met, de laarzen zelf. Ja. Cool. Zachte binnenvoering. Alright. Volgende. Jij had wel een foto gestuurd, dus ik weet natuurlijk wel een beetje hoe ze eruit zien. Ja, ik had al een stiekem foto. Die heb je vast niet. Oh, ik heb er helemaal ingepakt. Ja, want het zijn brugslaarzen, dus die worden altijd met zachte zakjes. Moet ik dat ook doen, of is dat... Nee, in principe, hoe zeg je dat? Het is altijd van het transport van Nederland, van Italië naar Nederland toe... zodat ze niet door de doos heen schuiven, dat ze het mooi strak blijven. Ja. Als je op een gegeven moment gewoon thuis aan het gebruiken bent, zou ik zeggen, gebruik die zakjes niet meer. Want je hebt op een gegeven moment altijd een beetje zand aan de zolen en dat gaat er in de zakjes. Ja. En dat zorgt weer voor krasjes. Ja, snap ik. Dat snap ik. Oh, kijk nou jongens, zo mooi. Oh, ja. Ik ben ook zo blij dat we deze kleur voor die hak hebben gekozen. Heb je mooi contrast een beetje. Ja, en die bovenkant, want daar zaten natuurlijk ook heel lang nog over te twijfelen. Wat gaan we daarmee doen? Maar toch voor een klein lakrandje gekozen, omdat mijn zadels ook allebei een lakrandje hebben. Het is gewoon heel chic, elegant. Ja, heel chic. Ja. Ja, dus het is voor... Ja, misschien denken mensen... Nou, ik mag aannemen dat jullie allemaal denken... Wauw, wat een mooie laars. Ja, maar ik ben voor vrij een beetje standaard gegaan. Tenminste, het is chic. Ja, precies. Ja. Met brushen, met een lakrandje. Ja. Maar niet heel gek, want het moet gewoon eigenlijk een go-to laars zijn... als je inderdaad die overal bij past. Dus dan... Kijk, ik vond die... dat deze is dat, hè? Ja. Deze, hier was ik ook echt verliefd op. Op deze kleur. Deze blauwe, dus eigenlijk exact dezelfde, alleen dan in het bruin heb ik. Dus deze staat ook een beetje op mijn wensenlijstje voor misschien over een paar jaar of zo. Maar dat is natuurlijk ook heel vet, alleen ik heb gewoon alles in het bruin. Dus ik wil gewoon een hele basic, maar wel dus elegante laars hebben. Kijk, en hebben we ook... En ook daar weer sporenbandjes bij. Brust, net zoals Oh ja, in het brust. Ja, zoals heel mooi. Nou, ik zou er bijna nu al mijn sporen mee gaan rijden. Is nog niet nodig. Ze slaan het even over. Ja, als je ze inderdaad naast elkaar legt. Ja.
Dan zie je wel echt verschil tussen de brushed en degene die nog niet brushed is. De ballonnetjes zijn, zeg ik altijd, een beetje zijn leuk voor de show. Ook gewoon perfect van Italië naar Nederland met transport, dat ze gewoon mooi strak blijven. Mm-hmm. Je krijgt zo meteen van mij andere laarzenspannetjes die ventileren. Want je hebt na het rijden natuurlijk altijd een beetje gezweet. Yeah. Dat heeft iedereen, voorkom je ook niet. Maar als je na het rijden deze spannetjes erin doet, heeft hij niet echt mooi de kans om goed te drogen, want hij is helemaal afgesloten. Ja. Yeah. Dus het mooiste is dat je er gewoon laarspannetjes, die gaan we zo even laten zien, dat je die erin doet naar de rijden. Okay. Dan kunnen ze mooi ventileren. Dat één. Hoe vaak krijg jij nieuwe laars op een dag? Of moet je laarzen aannemen voor mensen? Ja, dat is heel wisselend. De ene keer heb ik er 4-5 op een dag en de andere keer 1. En de andere keer 0. Maar eigenlijk komt er elke week een zending binnen. Ja. Met wat hetzelfde is. Is het elke keer nog leuk als je nieuwe laars binnenkrijgt? Ja, ik kijk altijd als ze daar binnenkomt en ben ik doos af kijken of het klopt. Gelijk even uitpakken. Ja, en dan ben ik altijd wel nieuwsgierig. En dan maak ik altijd een foto's. Ik vind het zo fijn met dit soort laarzen. Natuurlijk logisch, want je hebt ze aangemeten. Dat ze gewoon meteen passen dan. Ja. Dat je niet denkt, de voet of de schacht. Of, Nee, het moet goed zijn. Maar ik hoor wel, niet van hier hoor, maar ik hoor van veel mensen die dan aan laten meten, dat ze dan ophalen en dat die dan in één keer niet past. Dat dan de kuit, dat er ergens iets misgegaan is. Waar mensen werken worden natuurlijk fouten gemaakt, maar dat lijkt me zo vervelend, dan heb je zoveel weken gewacht. Ja, dat is zonde. Ja. Ik zeg altijd, weet je gaat naar huis als je jezelf kunt redden met de laars. Dus je krijgt ze zelf dicht en ze lopen goed. En als je dan zegt van ja, ik red me ermee, het zit goed, tuurlijk moet je ze inlopen. Ja. In principe gaat dat vrij snel. Stel nou dat je zegt van joh, ik heb echt hele grote blaren of wat dan ook. Dan zeg ik altijd kom terug. Want echt pijn lijden, dat hoeft niet. Nee, weet je, de laars van tegenwoordig zijn zo mooi aansluitend en van zachte materiaal gemaakt. Zijn ze toch vroeger van de Petri's of van anderen? Van daar moet je echt maandenlang bloed, zweet en tranen doorlopen. En dan gaan ze lekker zitten. Vroeger had je echt een kachelpijp, om het zo maar te zeggen. Nou, dat is gelukkig niet meer. Dus ik zeg altijd, weet je, als je hier de winkel uitgaat, je betaalt pas als het goed is. Jij kunt je goed mee redden, we kijken er allebei kritisch naar. En als ik zeg van nou, ik verwacht dat dat wel goed komt, ik zie nu geen aanleiding dat er wat veranderen moet, dan neem je ze mee. Ja, precies. Stel nou dat je zegt van joh, want het kan per dag verschillen. Stel nou dat vandaag echt top zit en volgende week niet, zeg kom terug, passen we het weer aan. Ja. Goed, het moet goed zijn. Ja, ja, ja. Want dat is voor mij leuk en dat is voor jou heel leuk. Ja, ja, ja. Ik vind het zonde als je laarzen hier meeneemt en je bent er niet happy. Nee, je hebt er zoveel geld voor betaald. En dan, ja, dat is zonde. Precies, en je moet ook nog eens mee rijden natuurlijk, dus het moet gewoon... Ja, het moet goed zijn. Echt lekker zitten. Goed. Ja. Okay. Kijk, en daar zit ook weer... Ja, heel goed gezien. Hij is net weer iets anders dan die bij de tricolore. Ja, knoop je op. Dan gaat hij wel een beetje uitsteken. Dat ja, dan komt het moet ook allemaal nog een beetje zetten. Ja, precies. Het leertje straks wordt iets soepeler. Ja. En dan... dan kan er iets beter tegen aandrukken. Ja. Nou, ga ik eens even met je meekijken hoe de ritsen lopen. Want vanuit daar weet ik even hoe strak het zit. Oké. Nou, dan doe ik ze altijd eventjes weer open. Nou, op een gegeven moment als je ze echt hebt uitgelopen. Je zegt, nou, ik voel dat mijn voeten in de breedte wat de ruimte over hebben. Dan zeg ik altijd, haal het originele zoltje er even uit. Leg er even een klein tussenzoltje onder. Dan het originele zoltje weer in en dan zit het weer perfect. Ja, oké. Maar je loopt laarzen dus altijd in de breedte uit, maar niet in de lengte. Ja, ja. Nee, in de lengte gaan ze juist zakken natuurlijk. Ja, in de lengte qua voet, die moet zo zijn. Ja. En de hoogte natuurlijk, die zakt altijd. Ja, op die maar lengte, breedte, hoogte. Ja, mag je iets buigen? Kijk, er zit hier je knieschijfje. Nou, daar zit je eigenlijk heel mooi net onder. Ja. Dus dat is mooi. Gaan we die kant eens even kijken. Ja, want als iets links goed zit, dan betekent niet dat het rechts ook wel anders is. Heel veel mensen hebben altijd wat verschil in de benen. Nou, dit gaat eigenlijk ook smooth. Wat ik altijd aanraad, hoe zeg je dat? Als je de rits dicht doet, begeleid, dit is het runnetje, lopertje, begeleid hem altijd even met je vinger. Mm-hmm. Want dan komt er niet gauw een sok tussen of een broek tussen. Ja, precies, had ik net even gezegd. En dan hoef je ook niet zo te wringen. En dan is, je ritsen gaan dan gewoon een stuk langer mee. Ja. Goed? Ja. Dus het is eigenlijk een klein trucje, kun je jezelf aanleren heel makkelijk. Mm-hmm. En dan gaat je rits ook niet zo gauw stuk. Mm-hmm. Nou, wauw. Ik moet hier wel even aan wennen, deze. Ja, ze staan... Maar dat komt natuurlijk omdat je zo zit op je paard en dan heb je er al veel minder last van. Ja, ze staan altijd een beetje naar binnen gebogen. Dat willen we, omdat je als je natuurlijk op het paard zit, willen we dat het mooi aansluit. Ja. Als je je knieën, hoe zeg, als je iets doorbuigt, wordt je kniegewrichtje een centimeter smaller. Mm-hmm. Kijk, en dan ontstaat er wel
Dat maakt, ja. En dan gaat ze, niet meer zo super strak. Ja. In het begin is het altijd een beetje aangesloten. Ja. Dat is ook het best. Mm-hmm. En op een gegeven moment met rijden wordt het wat zachter, wat soepeler. En dan heb je als het goed is geen last meer van. En blijf je last houden, kom terug en pas weer aan. Zo mooi als je dit ziet. Maar zo apart, dat je zulke mooie... Normaal zijn mijn laarzen dus vies. Reukelig. En nu glimmen ze nog helemaal heel mooi. Helemaal nieuw. Fancy. Oh. Prachtig, hè? Mijn ene paard heb ik even 2 weken vrijgegeven. En die andere die staat met een dik been. Dus ik zit echt van, oh, paard, die kan ik ze gaan. Nou, gaat een beetje thuis. Doet ze vast een beetje aan. Ja, dan word je al een beetje vertrouwd met ze. Maar in principe, het zijn ook gewoon laarzen. Weet je, als je er een paar keer eventjes mee rijdt. Ja. Dan ben je, zeg ik altijd al wel eigenlijk vriendjes met ze. Dat gaat heel snel. Ja. Nou, ik heb sowieso altijd, als ik dan eenmaal toch aan het rijden ben, dan denk je er ook niet meer echt op. Nee. De laarzen hebben, hoe zeg je dat? Ik zeg altijd, ze hebben altijd nu een beetje lichaamswarmte van jou nodig. En dat zorgt ervoor dat die heel mooi gaat vormen. Ja. En dan zitten ze eigenlijk goed. En dat moet je eigenlijk een paar keer doen. Dus even, echt dat ze even goed de temperatuur van je been pakken. Mm-hmm. En dan krijg je al mooier, hoe zeg je dat? Dan gaan ze natuurlijk een beetje plooien en dan pakken ze heel mooie vorm van je benen op. Ja, precies. Oh, maar deze hoef ik niet... Ik heb echt een krukje nodig als je daar wil opstappen. Ja. Ik zou met deze niet proberen. Nee, echt even met een krukje doen. Mocht je nou zeggen, ik vind het in het begin net iets te hoog. Dan zeg je, doe even de rits even een klein stukje anders open. Oh, ja. En doe het wel met een krukje. Dat is sowieso het beste. Ja, dat is sowieso natuurlijk. Maar... ja, als je hem een klein stukje open doet, heb je net even iets meer ruimte. En dan stap je op. Ja. En dan doe je het laatste stukje dicht. Waar erop zit, ja. Maar dat is echt even een paar keer... En dan wordt het al echt heel makkelijk. Mm. Ik wil de dag naar kijken. Snel, hè? Dit is al een beetje vertrouwd. Dat je zegt van nou... Nou, op zich de gehele voet en alles wel. Ik heb alleen dus wat ik zeg, deze die steekt best wel een beetje in mijn been. Ja. Maar dat moet gewoon even een beetje gaan vormen allemaal. Ja, dat komt eigenlijk... Dit zijn dit is de Bellini-laars van De Niro. We hebben deze uitgevoerd met een harde schacht en een dressuurboog. Ja. Yeah. Nou ja, de harde schacht en een dressuurboog hebben altijd gewoon een beetje de aanleiding om rechtop te staan. Dus ze worden iets naar binnen gezet, zodat ze mooi meebuigen met je been. Ja. En dat is iets wat je nu een beetje voelt. Mm-hmm. Daar moet je eigenlijk een beetje mee aan de gang gaan met rijden. En als het dan niet comfortabel is, dan kunnen we ze altijd heel ietsje ruimer zetten natuurlijk in de knie. Ja, maar het mooiste is van niet. Nee, precies. Nou, ik denk dat ik er wel aan ben hoor. Nee, hè? Kijk, je moet het even, als we hem heel iets buigen... Kijk, en dan zie je dat, dan... Ja, dan komt hij er al een stuk vanaf. Ja, weet je, en dan moet altijd mooi aangesloten blijven zitten. Ja, ik heb, als ik zo sta, voel ik echt zo van druk. En als ik zo sta, dan wordt die druk al wel een stuk minder. Ja, dan heb je inderdaad dus de druk eraf. Ja. Wauw. Nou, prachtig. Moeten we nog meer over de laar vertellen? Of heb je denk je alles zo wel verteld? Nee, het is dus een Bellini, het is echt een dressuurlaars. Bellini dressuurlaars, er zit een harde schacht in, een dressuurboog. We hebben dit is dus een schacht, dit is dus een brust, maar we hebben een normaal leden voetje. Ja. Nou, dat zit eigenlijk wel heel aangenaam. Dan heb je een lekker zacht voetje die gewoon heel soepel is. Mm-hmm. En eigenlijk blijft dat ook het mooiste als je een voetje in normaal leden doet. Ja. Omdat je heel gauw gewoon je stoot je teen wel eens. Mm-hmm. Je krijgt natuurlijk, hoe zeg je dat, plooitjes erin. En dat gaat net iets, blijft langer mooi met normaal leder. Ja. En de binnenkant is natuurlijk altijd wel weer uitgevoerd met normaal leder. Ja. Zodat je goed en mooi, hoe zeg je dat, veel grip hebt. En dat het niet piept aan je zadel. Dat is wel heel fijn. Net. Ja. Oké, dan moet ik ze uitzien te krijgen. Zonder, dat ik ben gelijk bang dat ik ze beschadig of zo. Ja, goed. Yes, gaat het. Top. Kijk, dan moeten we nog even een laserspannetje erin. Ja. Oh ja. Hier hebben we de laserspanners. Dat ziet er ook gewoon mooi uit. Ja. Zo blijft hij dus altijd ventileren. Dus als we hem in de laars zetten, zorg altijd dat het kuitje dus naar de achterkant gericht is van je kuis. Ja. Inknijpen en tot de bodem. Ja. Oh, dan moet je eerst hem dicht dan doen. Ja, altijd eerst de rits dicht. Doe jij als je... Als ook even graag het knopje dicht of... Ik doe eigenlijk altijd het knoopje dicht, maar ik doe hem niet het ritje door het leertje heen. Kijk, dit is het. Ja, een knijpje. En tot de bodem. Oké, dat is hier. Ja, en dat zorgt ervoor dat je altijd mooi de razen strak wegzet, dat ze rechtop blijven staan. Ja, dat ze niet om gaan klappen. Ja, en dan krijg je geen kreukels in. En dat zorgt ervoor dat de rits weer mooi strak
dat je die weer strak wegzet. Mm-hmm. En dan gaat je rits het langste mee. Oh, oké. Okay. Goeie. Goed. En het gaat dus echt om de support hier voornamelijk. Ja. Nou, deze tas is voor de dressuurlaarzen. Hebben we een mooi... Oh, dus echt een speciale dressuurlaarzen. Ja. Iets hoger of zo? Of... Nou, eigenlijk, hoe zeg je dat? Zometeen bij de springlaarzen, die hebben hun eigen tasje. Dat is de tricolore lijn. Het is wat een sportievere lijn. En daar zit ook al wat sportieve tasje bij. Sportiever tasje. Kijk. En hier zit een dubbel compartimentje in. Dit is even de bodem. Oh ja, dat is dus de in. Ja, dus hebben ze allebei hun eigen ruimte. Die? Ja. En dan die. Ja. Nou, is altijd belangrijk bij een tas dat je, hoe zeg je dat, dat ze er niet vast in zitten. Mm-hmm. Nou, dan zeg ik altijd, want als je ze terugzet in een tas en je hebt gereden, laat dat even een stukje open. Voor de ventilatie. Oh, ja, ja, ja. Goed? Ja. En met transport of wat dan ook, kun je gewoon dicht doen. Smart. En dan heb je nog wel zakjes ernaast. Dat is... Voor een spoortje of de riempjes, dat soort dingetjes. Ja, goed dat je het zegt. Doen we dat spoorriempje gelijk daarin. Dat waren de brushed. Dat is het complete pakketje nummer 1. Nou, dan heb ik hier nog een setje spanners. Mm-hmm. Die spanners nog een verschil, want sommige mensen, ja, bij de Action en zo kun je ze ook halen, toch? Maar of... Vind ik persoonlijk een beetje slap. Ja. Maar dit zijn Bama spanners, die zijn mooi stevig, gaan lang mee. Mm-hmm. En hebben zelfs nog in de... Hierin ook nog weer ventilatiegaatjes. Ja, precies. Die hebben dat niet. Nee, dus dat je... Nee, de standaard de spannetjes zijn een beetje slap. Ja, ja. Dus dit zijn echt knijpertjes en die zetten dan weer uit. Ja, precies. Bij aankoop van laarzen krijg je altijd van mij een onderhoudsetje erbij. Zodat je hem gewoon altijd lekker kunt onderhouden en dat het allemaal goed blijft. Mm-hmm. Dit is een cleaner, daar maak je de laarzen mee schoon. En dit is een crème en daar voed je de laarzen mee. Okay. En maakt het uit, alle sponsje bij de cleaner, sponsje bij de crème? Of? Ja, is wel het mooiste. Ja. Want dan maak je hem schoon met de cleaner en dan gaat het niet door elkaar heen. Ja, precies. Eerst even cleanen en dan crème. Mm-hmm. De springlaarzen mag je gewoon eigenlijk helemaal doen. Mm-hmm. De dressuurlaarzen mag je alleen het normale leer doen. Okay, niet de dus niet de het top. Het beide niet? Nee. Okay. De cleaner zowel niet op brust gebruiken als op de top ook niet gebruiken. En de crème ook niet. Okay. Goed? Ja. Dus die kun je gewoon zachtjes afnemen met een heel zacht doekje. Mm-hmm. Maar ze hebben verder geen onderhoud nodig. Oké. Okay. Okay. Yes? Dus alleen voor het normale leer. Ja, handig om erbij te krijgen. Ja. En hoe vaak wordt aangeraden? Nou, als je de laatste 5-6 keer in de week gebruikt, doe het even 1 keer in de week sowieso. Oké, okay, nou dat doe ik niet, dus dan... En als je wetselaars zijn, zeg ik altijd, zet ze naar je wetsel even weer netjes weg. Ja, ja, ja. En dan pak je ze lekker schoon. Ja. Oké, okay, goed. Top. Dat is links. Dan hebben we daar nog een tas. Mm-hmm. Kijk, dit is de tricolore lijntas. Oh ja. Oh, ik moet ook echt gaan aanleren om ze altijd weer terug in die tas te gaan doen. Ja, in principe voor transport is het wel echt wel raadzaam. Doe ze in de tas. Ja. Als je zegt van joh, thuis gebruiken we de tas niet, dat kan. Dat maakt in principe niet uit. Hmm. Het is meer voor het tijdens transport dat ze niet vallen, beschadigen, et cetera. Ja, precies. Maar als je weer thuis vast neerzet op een vast plekje, dan gaat dat ook goed. Ja, precies. Maar ik vind het ook wel fijn dat ze gewoon een beetje uit de stof staan en zo. Ja, nou, dat is bij een tas natuurlijk wel ideaal. Ja. Dan gebeurt er weinig mee, heb je ze fijn opgeborgen. Ik wil jou heel erg bedanken. Ja, jij ook. En heel veel plezier ermee. Ja, dankjewel. En als er wat is, kom gerust terug. Ja. Het moet goed zijn. Nou ja, en anders horen we het heel graag. Als mensen ook graag laarzen bij jullie willen aanmeten? Altijd welkom. Je mag altijd hier binnenkomen wandelen. Wil je echt zeker zijn dat we voldoende tijd voor je hebben? Doe even van tevoren een berichtje. Ja. Mag zelfs op de dag zelf. En dan gaan we altijd alles even opmeten, doorpassen, alle opties doornemen. Rekenen we de prijs uit. En dan mag je er altijd rustig over nadenken. Kortom, voel je niet verplicht. Je bent altijd welkom voor informatie. Ja, precies. Ja. Nou, er zijn hier dus nog heel veel laarzen die je kan kiezen. Caps, hoofdstellen en er zit nog een klein winkeltje bij. Dus er is hier in ieder geval genoeg te beleven. Nou, ze liggen in de auto hoor. Springlaarzen, nieuwe dressuurlaarzen, onderhoudsetje, voerbak van Artje. En ik heb nog mijn dekens laten wassen. Dus alle twee dekens laten wassen en eentje laten repareren. Ik weet niet of jullie dat nog weten, een paar 2 maanden geleden of zo denk ik. Toen... heeft Natsch tijdens het spelen in de wei, hebben ze voor elkaar gekregen om die liner dus er onderuit te krijgen. En die vond ik dus al in stukjes gescheurd terug in de modder. Dus die heb ik nu hier zo gelijk laten maken als ik hem toch ook ging laten wassen. Oké, okay, ik ga nog eventjes mijn laarzen, even hoi zeggen Pip, hallo, in het echte zonlicht zou ik het niet noemen, want het weer is een beetje omgeslagen. Dus het stormt nu half buiten. Maar... Dit zijn dus mijn nieuwe springlaarzen. De tricolore zijn het.
ja, kom is heel donkerbruin. Lijkt bijna een beetje zwart. Maar ik heb dus nu zwart aan, dus misschien zie je dat verschil. Echt prachtig. Super blij mee. Ik ga ze wel even een fotootje maken. Om naar wat vriendinnen te sturen. Dus ik haal hem er wel even helemaal uit. Ja, die dressuurlaars, die spant natuurlijk wel voor de kroon. Die is gewoon bizar mooi. Oh, echt zo verliefd. Ik vond het zo spannend om een laars samen te stellen. Want ik ben zo bang dat als je dan iets kiest van een staaltje, dat hij dan in het echt is en dat je hem dan niet mooi vindt. Maar hij heeft mijn verwachtingen overtroffen. Hij is zo ontzettend mooi. En echt binnen 5 weken binnen dus. Zo blij mee. Nou, zoals ik jullie volgens mij al eerder verteld, in eerste instantie wilde ik ze mezelf cadeau doen. Ik heb dus op mijn verjaardag in februari heb ik ze aan laten meten. Zou ik eigenlijk van Sjoerd deze voor mijn verjaardag krijgen. En zou ik mezelf deze voor mijn verjaardag cadeau doen. Maar ja, van het een kwam het ander. En nu is de samenwerking met Zadelmakerij Hollander geworden. Gezondheid. Waar ik echt super, super, super dankbaar voor ben. Ze zijn zulke lieve mensen. Ik laat heel vaak mijn dekens bij hen wassen. Zij hebben het zadel van Ax hebben zij hier ook niet aangemeten, maar ze hebben voor een zadel gezorgd voor Carmen. Dat ze dus met de Ax kan rijden. Ik heb zelf natuurlijk samenwerken met Countryman voor mijn zadels. Dus, oh. En ze hebben ook de caps die ik heel erg leuk vind. Dus als ik ooit nog een tweede cap wil, dan zou ik hem denk ik ook wel daar gaan halen. Maar, oh, deze laarzen. Zo mooi, zo verliefd op. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie er ook van vinden. En laat me even weten, als jij nou een laars zelf zou samenstellen, zou je dan voor de spring of de azuur gaan? En nou, hoe zou je hem helemaal samenstellen? Wat natuurlijk van deze gezegd, deze begint, want misschien vind je dat natuurlijk interessant, begint bij een prijs van €300 ongeveer. Volgens mij, hoe ik hem heb samengesteld, ook met die sporenriempjes erbij en alles erop en eraan, komt die volgens mij op €400 uit. Deze, die is wel echt iets duurder. Volgens mij kwam deze rond de €1100 uit. Dus dat is echt bizar duur voor laarzen natuurlijk. Maar hopelijk gaan deze gewoon 20, 30 jaar mee. Dus ja, het is het waard. Barbara? Ja? Kom eens kijken naar mijn nieuwe laarzen. Oeh, kijk eens. Je hebt een fonterij. Op straatje. Op straat? Ja. Waar? Ja, hier bij... Oké. Okay. Er is er eentje nu aan het leggen, maar die andere... Ja, nou, maar kijk. Is mooi. Chic de freak. Ja, dus deze voor dressuur en deze voor spring dan. Wauw. Ja, deze lijkt nu zwart, maar dit is donkerbruin ook. Oké. Mooi. Fancy, hè? Heel fancy. Ja, ik ben er heel erg blij mee. Mm-hmm. Heb je zo aangehad? Ja, nou ja, even gepast natuurlijk of alles helemaal goed zat. Maar ik weet nog niet wanneer ik ermee ga rijden, maar ik wil er nu eventjes een fotootje van maken. Ja, mooi. Ja. Chic hoor, maar deze lag hier op het straatje. Oh. De random. Zeg maar voor het boogje. Ja, dus okay. Het is allemaal op... Oh, even de sleutel van de berging aan. Oh ja. Dan neem ik een paar handjes zaad. Ja, een paar handjes, dat is goed. Zij zijn ook hun tuin aan het bemesten en kalken en zaaien. Dus toen zei ze, nou, als je nog zaad over hebt, dan willen zij het wel graag. Maar ik denk, ja, ik heb de rest nodig voor... Augustus, september natuurlijk om nog tweede keer te zaaien. Maar een paar handjes, dat kan er al vanaf. Ik ben op stal. Het is lang geleden dat jullie mij met deze cap zagen. Maar ik ben mijn cap vergeten thuis. Ik dacht al van, ik ben wat vergeten. Maar ik dacht, nou, ik heb mijn nieuwe laarzen mee. Vertel ik straks even over. Camera mee, ik heb ze voer mee. Ik dacht, ik weet niet zo goed dat ik vergeten ben. Maar ik ben dus mijn cap en mijn handschoenen vergeten. Maar dat is de reden waarom ik deze oude cap hier op stal heb gelegd. Want dit ging natuurlijk vaker gebeuren. Alleen geen handschoentjes. Maar dat is niet erg, want we gaan alleen heel even, gewoon heel simpel rijden. Hij heeft 1,5 week vrij gehad en hij heeft nog steeds wel een beetje vrij. Omdat ik gewoon wilde dat we wat meer gingen focussen om hem aan laten komen. Hij is al wel weer iets dikker, maar absoluut nog niet waar hij zou moeten zijn. Dus ik ben ook heel erg benieuwd, want wat ik zeg, 1,5 week niks met hem gedaan. 1 keer gewandeld, voor de rest heeft hij gewoon lekker in de wei gestaan. En even, kijk uit met je teugels, die gaan nu zo. In een stapmolen en zo. Dus ik ben heel benieuwd of Natch een paard is waar je zo kan opstappen en wegrijden. En hij is nu natuurlijk eerst weer gewoon overal naar aan het kijken, zoals altijd. Maar zonder te longeren van tevoren of zonder iets anders te doen. Ik denk dat het wel goed komt hoor met hem. Want daar reageert hij eigenlijk nooit zo heel erg op. Maar goed, ik ga dus ook mijn nieuwe laarzen voor het eerst rijden.
Dus ik hoop dat hij dus normaal doet. Niet dat ik eraf vlieg en dan gelijk mijn laarzen beschadigd zijn. En dus ook niet te lang rijden, want ik moet die laarzen natuurlijk ook een beetje gaan inrijden. En jammer dat ik niemand bij me heb die gelijk kan filmen hoe de laarzen staan vanaf de zijkant. Maar goed, dat krijgen jullie op een ander moment dan eventjes van me te goed. Nou, ik ga hem even aan de hand stappen totdat hij lekker rustig is. En dan ga ik erop. Hoe satisfying trouwens, want ik heb dus mijn oude eigen rijbroek aan. En ik heb een beige trui. En dat jasje van QAP, die je dus aan twee kanten kan dragen, die matcht met deze kant dus heel mooi hiermee. En met die blauwe binnenkant heel mooi met die rijbroek. Dus ik match helemaal. Ook al als ik de jas dicht heb, zie je het niet heel goed hoor. Ja, je ziet een beetje aan een kraagje. Maar helemaal leuk. Met de laarsjes die aan zijn. Ah, zo verliefd op ze. Nacho heeft toch eventjes laten weten dat anderhalve week niet rijden en dan zonder eerst te longeren of überhaupt iets gedaan te hebben, dat het toch wel even iets te veel was. Maar het is echt te grappig om met jullie te delen, want kijk, het gaat hier even helemaal mis. Ik vind het zo grappig dat ik dit op beeld heb staan. Echt zo grappig. Oké, nou ja, wat er dus misging, ik kon gewoon niet echt bewegen in mijn nieuwe laarzen. Logisch natuurlijk. Maar daardoor was ik soort heel twijfelachtig aan het opstappen. Waardoor Nars ook volgens mij een beetje zoiets had van, maar waarom doe je zo twijfelachtig? Is er dan wat? Dus toen op een gegeven moment zet ik toch mijn voet in de beugel. En hij zet een stap. En ik hang echt, ja, heel twijfelachtig hang ik gewoon aan hem. Waardoor hij wil wegschieten. Het enige wat ik denk is, kut, ik moet die voet uit de beugel halen. Zodat ik eraf kan springen, want ik mag echt nu niet vallen met die nieuwe laarzen. Echt ook weer zo dom eigenlijk dat ik dit in mijn eentje aan het doen ben, zonder iemand erbij. Maar oké. Dus toen draaide hij zich om, sprong ik er dus uiteindelijk toch van af. En toen gaf hij dus een soort van klein bokje. Ik zag dat kontje omhoog komen, dus ik schoot zo even weg met mijn hoofd. Want ik dacht misschien, nou, als hij uithaalt, dan... Gelukkig deed hij dat niet. Nou, toen deed hij even zo bok, bok, bok. En daarna was het eigenlijk ook wel klaar. Je ziet hem ook super schattig naar mij toe komen. Dus dat is natuurlijk echt heel erg fijn. Dat hij eigenlijk misschien dan toch even een heel klein beetje energie eruit moest voordat hij ging opstappen. Dus echt letterlijk even dat bok, bok, bok. En toen kwam hij gewoon heel erg lief naar me toe. En toen kon ik gewoon... Lekker, ik heb daarna niet gelijk opgestapt. Ik heb eerst mezelf even 5 minuutjes de tijd gegeven van oké, wat is er net gebeurd? Waarom ging het zo? Wat ga ik anders doen? Ga ik Edwin bellen van wil jij me even komen helpen opstappen? Ga ik het gewoon zelf doen? Vlieg, wat vak ben je nou eigenlijk aan het doen? Waarom moet je ook de eerste keer op hem stappen met je nieuwe laarzen gelijk? Nou, dat ging allemaal door mijn hoofd heen. Toen dacht ik, nee, ik ga het toch nog 1 keer proberen. En dan gewoon hup opstappen, niet zo moeilijk doen. En toen was hij eigenlijk super braaf en was er echt helemaal niks aan de hand. Dus nee, ik vond het wel gewoon heel grappig om even met jullie te delen. Ik heb best wel prima gereden, gewoon stap eraf, galop, links, rechts en zo gedaan. Nou, hij was eigenlijk heel lief en heel rustig en koos ook helemaal geen hoek uit waar hij schrikachtig op was. Wel eentje heel, heel klein beetje kijkerig, maar viel wel echt allemaal heel erg mee. Merkte wel heel erg dat hij op links best wel stug was. Dus ik ben benieuwd of dat altijd een rijtechnisch dingetje is of dat er weer even naar zijn tanden gekeken moet worden. Maar over 2-3 weken zoiets. 3 weken volgens mij komt de tandarts. Dus dat staat mooi op de planning in ieder geval. Dat was het voor deze keer. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om naar deze video te kijken. Hij stond wel echt heel erg in het teken van laarzen en alles erop en eraan. Maar goed, dat is ook wel eens leuk. Misschien heb je er wat van geleerd en weet je ook waar je op moet letten als jij ooit naar laarzen gaat zoeken. Nogmaals bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende keer. Doei doei!